Tussen 30 juni en 6 juli kunnen wij een Shiny Zeraora claimen in Pokémon Sword and Shield. Hoe doe je dat? En is dit een goede Pokémon? Dat gaan we zien in deze video. Om Shiny Zeraora te claimen heb je 3 dingen nodig. Namelijk Pokémon Home op je mobiele telefoon, Pokémon Home op je Nintendo Switch en Pokémon Sword of Shield op je Nintendo Switch. Als je je app opent zie je het volgende. Namelijk een rood bolletje hieronder in het scherm. Daar klik je op en vervolgens ga je hier naar Mystery Gift. Je opent de giftbox en je klikt op Victory over Zeraora. De ene code is voor een Armorite Ore en jou erbij. Bij de andere zie je inderdaad een Shiny Zeraora. Vervolgens kan je hem nog een nickname geven als je dat wil. Nou, dat wil ik niet. En daarna open je Pokémon Home op je Nintendo Switch. Hoppakee, Pokémon Home, let's go. Vervolgens gaat hij inloggen op Pokémon Home. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, dan moet je even een account aanmaken. En vervolgens klik je op Pokémon. Daarna connect je Pokémon Sword of Pokémon Shield met Pokémon Home. En wat wel belangrijk is, is dat je al een Pokémon van Pokémon Sword of Shield naar de box hebt gebracht. Dat heb ik hier met Ditto gedaan en dat heb ik hier met Squawfoot gedaan. Ik denk, doe voor de zekerheid gewoon 2 Pokémon. Want als je dat niet doet, dan werkt het niet. Dus als je Zeraora niet ziet verschijnen hier in de boxen, dan komt dat omdat jij nog geen Pokémon uit Pokémon Sword of Shield naar de box in Pokémon Home hebt gebracht. Zo, deze Pikachu mag bijvoorbeeld even naar de box. En ja hoor, Zeraora level 100. Holy moly. Altijd krijgen we level 100, hè. Die gooi ik even in mijn box met shiny Pokémon. Jullie zien het, ik heb te veel shiny Magikarps. Ik heb een shiny Helioptaal. Ik heb een shiny Dreepy, shiny Mimikyu en shiny Marini in mijn kopietje van Pokémon Sword. Ja, en dat is een versie die ik niet op YouTube heb gespeeld. Dus vandaar dat jullie dat misschien nog niet wisten. Ik vind het trouwens wel tof dat je hier gelijk in Pokémon Home ziet of een Pokémon wel of niet shiny is. De shiny sprite staat hier gewoon gelijk in. Anyway, zo simpel is het dus. Alhoewel, als je nou je mobiel gewoon niet nodig had gehad, dan had het wel makkelijker geweest. Heb jij een manier gevonden zonder dat je mobiel nodig hebt? Laat het even weten hieronder in de reacties. Oh, en doe dan gelijk even duimpje omhoog. Vervolgens, niet vergeten om te saven, dus save changes en exit. Vervolgens kan je de app afsluiten en dan open je Pokémon Sword of Shield. Alright, we zijn weer op de Isle of Armor. En dan gaan we Shiny Zeraora eens even opzoeken, jongens. Ja, hier staat hij. Wat een baas. Level 100. Holy moly, jongens. Oh, snap. Kijk hem hier lopen dan. Wat een baas. Zeraora is een mythical Pokémon die je eigenlijk alleen nog maar in Ultra Sun en Ultra Moon hebt kunnen krijgen. En dat was natuurlijk dan niet de shiny variant, dat was de normale variant. Ik ben destijds vergeten om Zeraora te gaan claimen. Dus ik ben super blij dat ik nu de shiny versie heb. Wat een baas, jongen. Wat een baas. Wil je vechten tegen deze Pokémon? No, arme Beniri. Go, Zeraora. Welke aanvallen kent hij? Hij kent Plasma Fists, Close Combat, Blaze Kick en Outrage. Het zijn ook stuk voor stuk echt super goede aanvallen. Alleen Outrage, daar raak je natuurlijk confused van. Oké, let's go, let's go. Plasma Fist. Laten we kijken wat dat doet. Volgens mij is dit een unieke move. Wow, dit ziet er super dope uit. Holy crap, dit ziet er vet uit, deze aanval. Wow, arme Burnery. Yo, jammer dat die Wailer daar niet meer achter loopt te chillen. Want dan had ik eventjes met die Wailer gebatteld, jongen. Yo, what up, Starmie? Ah, dit is zo niet eerlijk dat Zeraora gewoon kaart level 100 is. Maar wauw, wat een mooi Pokémon, jongen. Ik vind Zeraora wel een hele vette mythical, hoor. Oké, nog een keer Plasma Fist, omdat hij zo mooi is, die aanval. Check dan. Ah, soort van Super Saiyan Dragon Ball Z. Move, hoppakee. En ja, de Starmie maakt eigenlijk ook geen schijn van kans. We gaan even de statistieken van Zeraora bekijken. De original trainer is dus Home. Van Pokémon Home, oké. We zien dat Zeraora een hasty nature heeft. Dat houdt in dat ze speed geboost wordt. Het is al echt een mega snelle Pokémon. Maar nu is de snelheid nog beter. En dat kan je zien hier in dit overzichtje. Je ziet inderdaad dat de speed gemaximized is. Zelfs meer dan gemaximized volgens mij. 354. Dat is echt gestoord. Dit is echt niet normaal. Misschien is dit nu wel zo'n beetje de snelste Pokémon in de hele game. Het gaat jammer genoeg wel ten koste van zijn defense. Dus hij is verdedigend niet zo heel sterk. Die staat nu op 166. En dit geldt trouwens voor iedereen. Iedereen heeft een Zeraora met exact dezelfde nature en exact dezelfde stats. Dus ja, de defense 166 is een beetje moi. De special defense die komt ook net niet boven de 200 uit. Dus het is een Pokémon die het heel erg van zijn snelheid moet hebben. Hij moet de eerste klap kunnen geven en zijn
tegenstander gewoon bam in één keer uitschakelen. Want zijn verdediging is niet het beste aan deze Pokémon. Zijn special attack is 240 en zijn attack is 260. Dus zijn normale attack is ietsje beter dan zijn special attack. Maar het is allebei best wel hoog aanvallend. Is dit een hele goede Pokémon. En zijn HP staat op 317. Dat is ook op zich dikke prima. Zijn ability is zoals je ziet Volt Absorb. En dat betekent dat als hij door een elektrische aanval wordt geraakt, dat hij er HP bij krijgt. Nou weet ik niet of dat een hele handige ability is, want welke trainer gaat dan nou een elektrische aanval gebruiken tegen Zeraora? Ik bedoel, Zeraora is een elektrisch type, dus het is volkomen onlogisch om daar een elektrische aanval tegen te gebruiken. Maar ik hoor je denken, waarom doen ze dat dan? Nou, dat doen ze zodat je Plasma Fist kan gebruiken. Dit is een hele sterke elektrische aanval, maar het zorgt ook voor dat van de tegenstander de normale type moves veranderen in een elektrisch type move. Dus dan doen ze bijvoorbeeld Tackle of Stomp of Quick Attack op je hoofd of misschien wel Double Edge, dat is volgens mij ook een normale move. En dat wordt dan een elektrische aanval en dan krijg je daar dus geen damage van, maar dan krijg je daar dus gewoon HP van terug. Dus iedereen die jou probeert aan te vallen met een normale aanval, die geeft jou dan HP. Dat is wel chill. Verder kennen we de move Close Combat, supersterke move. Alleen daarbij gaat je defense en je special defense nog verder naar beneden. Dus je kan maar beter je tegenstander snel uitschakelen als je deze move wil gebruiken. Blaze Kick, die kan de tegenstander ook nog verbranden. Dus dat is ook super nice. En Outrage, daar hebben we het net al een klein beetje over gehad. Verder komt je Zeraora ook met een Classic Ribbon. Altijd leuk, die Mystery Gift Pokémon krijgen altijd lekker een lintje mee. Je hebt er niet zo heel veel aan, maar ja, het staat toch leuk. Dan vlieg ik even naar een Pokémon Center, omdat ik even wil kijken welke move Zeraora nog meer kan leren. Want jullie weten waarschijnlijk wel dat je bij deze man ook andere moves nog kan leren die je in het verleden hebt geleerd, maar misschien vergeten bent. Dat kan je doen door Remember a Move te kiezen. Vervolgens klik je inderdaad dus op Zeraora. En dan zijn dit de moves die je nog kan leren aan Zeraora als je dat wil. Power-up Punch zou ik niet zo snel doen, is op zich niet zo heel snel. Fake Out, Scratch, Quick Attack, Snarl, daar heb je allemaal niet zoveel aan. Spark, nou je hebt al een veel betere elektrische move, dus die zou ik ook niet snel kiezen. Fury Swipes, Quick Guard, Slash, Volt Switch kan op zich wel handig zijn, want als je Volt Switch gebruikt, dan val je tegenstander aan en vervolgens ga je terug in het team. En dan wordt een andere Pokémon eruit gestuurd. Dus dan kan je heel snel aanvallen en dan is Zeraora gelijk weer terug in zijn Pokéball. Dat kan op zich wel nice zijn, aangezien de defense van Zeraora dus niet het allerbeste is. Dus op zich, Volt Switch die kan ik je wel aanbevelen om aan je Zeraora te leren, maar niet in plaats van Plasma Fist. Charge, Thunder Punch, Home Class, Discharge. Superveel elektrische aanvallen natuurlijk, maar ja, Plasma Charge is gewoon de beste aanval. Maar goed, Volt Switch zou dus kunnen. En dan zou ik dat misschien doen in plaats van Outrage. Wat je eventueel nog wel zou kunnen doen voor je Zeraora, nu die op level 100 is, is naar de Battle Tower te gaan in Winden. Vervolgens praat je hier met die gozer die hier rechts staat in de Battle Tower. En dan kan je hem dus hypertraining gaan geven. Maar goed, dan moet je wel Bottle Caps hebben of een Gold Bottle Cap. Hiermee maak je je Zeraora nog sterker, maar het kost je dus wel wat. En je komt niet heel makkelijk aan deze dingen. Met 5 Bottle Caps kan je 1 stat maximizen. Dus dan lever je er bijvoorbeeld 5 in. En alleen de defense, die is niet gemaximized. Die staat niet op best, die staat op fantastic. Dus deze, die zou je nog naar best kunnen krijgen, zodat de defense ook nog wat beter wordt. Heb je een gold bottle cap, dan maximize je in één keer alle stats. Maar dat zou ik niet van Zeraora doen, want bijna alles dat staat al op best. Dus dat is onwijs zonde. Hoe krijg je die bottle caps nou? Nou, dat kan je krijgen door hier te gaan battelen in de battle tower. En daarmee verdien je ook battle points. Super handig, want daarmee kan je bijvoorbeeld ook ability capsules krijgen. En hiermee kan je de ability van je Pokémon veranderen. Zou ik niet doen voor Zeraora, aangezien Zeraora is gebouwd om zijn ability met die nieuwe move die hij kent. Maar hier kan je dus ook bottle caps kopen, je kan een choice band kopen, van alles en nog wat. Eigenlijk best wel goede items kan je hier kopen in de battle tower. En wat misschien ook wel handig is, is dat als jij een Pokémon hebt met een verkeerde nature, dan kan je hem een mint snoepje geven en dan kan je dus zijn nature veranderen. Dus de Zeraora die we nu hebben, die is super snel, maar zijn defense die is wat matig, dan kan je hem een snoepje geven waarbij je bijvoorbeeld zijn defense boost en zijn aanval wat minder sterk maakt. Als je dat wil. Ik zou dat persoonlijk niet doen. En voor je Zeraora heeft het sowieso geen zin. Omdat die al level 100 is. Dat moet je vooral doen met een Pokémon die je vangt op een low level. Oké, nog even terug naar de Isle of Armor. Want hey man, deze Zeraora is wel echt een baas hier. Hij ziet er super dope uit. En omdat wij dus met z'n allen 1 miljoen Zeraora's hebben verslagen in raid battles, mogen we nu gebruik maken van deze zieke Pokémon. Pak die Lycanroc, Zeraora. Ja, het is ook niet zo moeilijk hè, met een level 100 Zeraora. Hij is echt zwaar overpowered. Vergeet Zeraora dus sowieso niet te claimen, jongens. Het kan tot 6 juli. En dan kan je ook rondlopen met deze prachtige, mythische, shiny Pokémon in Pokémon Sword and Shield. Ik ben er echt onwijs blij
mee. Laat me even weten wat jij vindt van Shiny Zeraora. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon video's. En volg me op twitch.tv/Rickertje als je me live wil zien gamen. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!